Een zorgboerderij is een veilige en warme plek waar mensen met een lichte beperking zelfvertrouwen kunnen opbouwen en even hun problemen een plek kunnen geven. Met behulp van paarden, werken in de lunchroom, tuin, houtbewerking en of zeilen wordt er een waardevolle dagbesteding verzorgd. Directrice Monique Pol van zorgboerderij Vossenburgt in Winschoten gaf een rondleiding door de zorgboerderij en de stallen. De activiteiten die plaatsvinden op een zorgboerderij is veelal buitenwerken. We werken met de dieren van de paarden, paardrijlessen, coaching, mennen, poetsen, alles wat daarbij hoort. De meeste zorgboerderijen zijn kinderboerderijen, dus dat ook het veel verzorgen van dieren. Een tuin, een kas, groentetuinen. Het belangrijkste is dat ze veel buiten werken. Als het slecht weer is, kunnen ze ook binnen knutselen. Overal is er wel een binnenruimte met houtbewerking, met alles wat ze willen knutselen. Eigenlijk is er voor alles wel wat wils. Het doel van de dagbesteding is dat ze terugkomen in de maatschappij. De participatie doen we veel. Dus dat ze beginnen eigenlijk hier met de dagbesteding. Dus alles te wennen aan alle ritme en alles wat er in de seizoenen komt, bezig zijn. Vanuit daar gaan we participeren naar buiten. Wat ook heel belangrijk is, is de samenhorigheid, het samenwerken, sociale contacten. Eigenlijk alles wat daar allemaal bij hoort. Op een zorgboerderij zijn er vele soorten doelgroepen mogelijk. Van jeugd tot volwassen, adolescenten, ouderen, zelfs dementeren. Mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische aandoening, mensen met een verstandelijke en of een psychiatrische aandoening. Dus alles kan altijd. Het meeste wat op een zorgboerderij komt, heeft zijn rugzak vol. En wij proberen met z'n allen dan de rugzak te legen, dat ze weer stabiel in het leven komen. De effecten die dieren op deze doelgroep hebben, is heel erg groot. Want dieren oordelen niet, dieren zijn eerlijk, dieren vinden je aardig, die vinden je niet aardig. De doelgroep wat op een zorgboerderij loopt, is vaak het vertrouwen in de mensen kwijt. En dan ga je met dieren werken en een dier ga je verzorgen, een dier geeft liefde. En daardoor als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan kunnen we stap verder en met de mensen bezig. De eisen die je als zorgboerderij nodig hebt, dat is sowieso een keurmerk. Dat is of HKZ Zorgboeren of kwaliteit laat je zien van de zorgboerenvereniging. Als je ze allebei hebt, is het nog beter natuurlijk. Als je dat niet rond hebt, krijg je geen geld van de geldschieters. Om het rond te krijgen heb je heel veel papierwerk. Personeel moet gediplomeerd zijn. Risico- en inventarisatie moet van alles rond zijn. De Arbo-dienst moet zijn keuringen. De meeste zorgboerderijen hebben dieren. Dus moet je ook nog het zoonose-certificaat. Dat is een gezondheidsverklaring van de dieren. Dus er komt best heel wat bij kijken om alles rond te krijgen.